Beste mensen, welkom allemaal. Fijn dat u er bent. Welkom op dit feestje, want we hebben vandaag iets te vieren. Namelijk de officiële opening van het vernieuwde dorpshuis en de bekendmaking van haar nieuwe naam. Maar ieder die op welke manier dan ook bijgedragen heeft aan dit fantastische resultaat, heel hartelijk bedankt. Hartelijk welkom iedereen. Hartstikke goed dat er toch zoveel mensen zijn. Dorp 3.0 zo. Dus ik wil u uitnodigen om straks met mij mee in het dorp te lopen, waar met alle Bos, voorzitter Glasman en meneer Otter samen de naam, nieuwe naam gaan onthullen. Hoe makkelijk hij zo lang is. Ja? Ja, ik geef wel voldoening. Ik vind het belangrijk dat een gebouw een passende naam heeft die ook makkelijk in het gehoor ligt. Je moet voor een gebouw geen buitennissige naam hebben. En dus ik heb 20 jaar geleden hier een onderzoek gedaan naar de veldnamen en de boerderijnamen. En er is een boek over verschenen. En ik had dus oude kaarten en oud materiaal van de gemeente. Dus dan heb ik dat gewoon een beetje uitgezocht. En dat naam, die naam Brink komt hier heel vaak voor. En dan hoop ik dan ook duidelijk. Maar er was ook een Brinkhof hier. Dus het ligt voor de hand om een naam te kiezen die bij de streek hoort. Er is toch nog een De Brink hier, hè? Waar de muziek sinds stond. Een Brink was een algemeen woord. Hè? Ja, op meerdere plekken. Ik kom op meerdere plekken, ja. Dankjewel. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Ja, dit is de opening van het dorpshuis Wezel, het nieuwe dorpshuis Wezel. En dat is toch wel een hele belangrijke gebeurtenis. Want nou is het echt, het gebouw is af, de organisatie is in plek. En de oude gebruikers en nieuwe gebruikers die zijn er. Dus vanmiddag hebben we een mooie samenvatting gehad van eerst Peter Zonbelt en toen een prachtige toespraak van de wethouder. Als eigenaar eigenlijk van het pand. Daarna heb ik nog een praatje gegeven als organisatie die het gebruik en het beheer van het pand op zich neemt. Dat was best wel leuk, want er waren iets van 70 inzendingen in totaal. Ja. En uiteindelijk hebben we dan de Brinkhof gekozen vanwege dus de historische betekenis. En dat klinkt ook gewoon lekker. Je kans, gaan we eens even kijken. Hartstikke leuk. Wij zijn hier nu in de Brinkhof. En dit is het kantoor van waar het sociaal team zit. En het CEG zit hier ook. En Ikare. Ik ben Wilbert van Hel, een wijkverpleegkundige van Ikare. Een onderdeel van een sociaal team van de gemeente. De thuiszorg. Ik ben Lisbeth Smit en ik ben hier voor het platform Informele Ondersteuning. En dat is een organisatie, een platform met 13 vrijwilligersorganisaties. En wij presenteren ons vandaag. En daarnaast sta ik voor de huiskamer van Wezen. We zijn hier in de ruimte van de SWO. Dat is een van de ruimten waar we onze activiteiten hier in het dorpshuis organiseren. En ja, je ziet het nu, het is nu een opstelling meer in de huiskamersfeer. Zijn er cursussen of is er andere activiteit en dan wordt die opstelling wordt dus anders gemaakt. Ja, dus de ruimte van de jeugdgezondheidszorg van de, nou ja, in de Volksmond consultatiebureau. Dus dit is de ruimte waar de kindjes uitgekleed worden en gewogen en gemeten. En hiernaast hebben we de spreekkamers. En hier achter je zie je dus alle boeken staan. Maar dat is maar een deel van de bibliotheek, want wij doen ook heel veel cursussen en voor scholen. En dat zie je nooit in een vestiging. Blij met de ruimte? Met de ruimte? Prachtig. Zo mooi open en zo mooi licht. Ja, ja, prachtig. Ja. Nou, we zijn hier dus in de voormalige muziekzaal, waarvan de vloer opgehoogd is en die in tweeën te delen is. En op de dinsdagavond kunnen wij hier dus met onze vereniging dus gaan showen, onze competitieavond. En achterbij zie je dus twee spiksplinterende showbarren staan. Mede dankzij sponsoring ook van dus de Rabobank. Die uiteindelijk zijn we wel blij dat we hierin kunnen. Ja. Dit is de politieruimte in het vernieuwde dorpshuis. De eerste ruimte, daar kunnen de mensen komen om wat simpele vragen te stellen. Bijvoorbeeld het melden van een parkeeroverlast, een burenruzie. En de tweede ruimte, die gebruiken we om aangifte te doen. Daar kunnen de mensen één op één met een politieman of vrouw praten en het doen van aangifte. We zijn geopend tussen 2 en 4 op werkdagen van maandag tot en met vrijdag en daarbuiten op afspraak. Mooi. Binnen Vluchtelingenwerk Oost-Nederland en dit is ons kantoor waar we heel erg blij mee zijn. Hapje,
Al onze mensen hebben hapjes gemaakt, hebben mensen zelf gemaakt. Allemaal verfijnd voedsel, uren in de keuken gestaan. Ja, zeker weten. All over the world, ja. Er is een best plek beschikbaar. Dus als verenigingen of interesseclubs wat willen gaan doen, kom gerust even kijken. Sowieso kom even kijken, want het is een hele prettige sfeer. Je kunt een kopje koffie komen drinken, er liggen kranten. Wordt er al gebruik van gemaakt. Er is altijd reuring en dat is gewoon heel prettig. We hopen wat dat betreft echt dat een kloppend hart van het dorp wordt.